2011 loopt op zijn laatste benen, dus tijd voor eindejaarsvraagjes. Wat was het leukste dat je afgelopen jaar hebt beleefd hier in Aalst? Hier in Aalst? Ik denk Cirque. Ik denk dat het Circusfestival eigenlijk zeer goed meegevallen is. De kerstsfeer is nog altijd leuk. Het is een volledige maand en iedereen is in de juiste sfeer. Dat is heel tof. Nu vooral schaatsen. Ja, dat is echt leuk met de klas. Circusweekend. Dat vond ik heel leuk, ja. Mijn vriendin leren kennen. Ik zit in je oog, je zag ook een melancholisch begin te worden. Oh, geweldig, hè? Ik amuseer me hier altijd, dus om te even welk moment, ik ben er altijd bij. Dus geen probleem, plezier genoeg in Aalst. En wat wens je jezelf toe? Goh, dat ik gelukkig blijf met mijn vriendje, denk ik, ja. Dat nog lang mag goed blijven. Veel geluk en veel liefde. Goed rapport. Dat ik er door ben door mijn studies. Succes bij Okapi Aalst daar. En ook nog een goeie carnaval. Dat ik hier nog heel veel kleren mag komen kopen. Een goede gezondheid, hè? Dat is het belangrijkste. Goed lief, hè, van mijn jaar. Allee, het komend jaar, goed lief, ja. Zoals dat ik bezig ben, verder doen. Heel veel liefde. Geluk en de liefde. En veel haalt. Op van zegen. Dank u wel. Dat waren stuk voor stuk prachtige eindejaarswensen, dus daar kan ik niet veel meer aan toevoegen, behalve aan iedereen een fantastisch 2012 gewenst.